Ik ben hier vandaag met Blondie en met mijn maskertje. En we hebben gevraagd onder een video van: weten jullie nog leuke video-ideeën? En daar hebben we eentje tussenuit gepakt. En dat was blind opzadelen. Dus ik doe deze op. Dan ga ik blind opzadelen. Ik heb een spulletje zo een beetje klaargelegd. Daar ligt mijn zadel en dekje. Daar liggen mijn peeskappen, hoofdstel, laarzen en cap, volgens mij. Dat is volgens mij wat ik nodig heb. Dus ja, kan ik beginnen? Ja. Ik denk dat ik maar begin met mijn peeskappen. Die heb ik naast de voerbak neergelegd. En ik moet even mijn gebied oriënteren. Dat ik, of hoe je dat ook noemt, dat ik niet overal tegenaan loop. Ik voel dan aan welke kant welke peeskap moet. Deze moet aan. Als Blondie zo goed is, als Blondie nog stond toen ze stond, dan zou die hier moeten. Nou, tot nu toe gaat het best soepel. Waar is die voorbak? Oh, dit is echt eng. Hallo schatje, sorry. Ja, hier is de muur weer. Want ik wil niet ergens tegenaan lopen. Of, oh, sorry Blondie, vind ik niet zo heel fijn. Oké, de peeskappen zijn gelukt. Dan moet ik naar het dekje toe. Dan moet ik oppassen voor een lamp. Hier is de zijkant van de stal. Oh, hier is het voorbak. Oké, dekje. Oh, wat is de voorkant en de achterkant? Gelukkig zitten hier van die dingetjes op. Dit is de voorkant. Oké, Blondie. Hier is er schot. Dus dan moet die hier ongeveer. Wacht, oké. In het midden zit gelukkig ook nog een streepje, dus dat is fijn. Ik denk dat die zo goed ligt. Oh, oh, dit vind ik spannend. Oké, dan moet ik weer. Ja, oké, hier is het voorbak. Ga ik hier weer tegenaan. Ik wil de lamp niet aanraken. Oh, zadel. Als eerste singel, want ik heb een beetje angst om met mijn zadel te gaan lopen. Die afstanden zijn echt veel verder dan je zou denken. Auw. Alvast, sorry dan. Oké, Blondie. Hoe stond jij nou ook alweer? Oh, hier is je kont. Het gaat me lukken. Deze eraf. Zullen we er nou? Oh, dat is die hoes. Kijk, oké, ik heb nu dit. Dan zit dit hopelijk hier aan vast. En dan goed. Want dit zit hier doorheen. Dan de singel. Dan die bommel naar voren. Nou, ga erin. Ik vind het niet leuk. Ja, goed zo. De tweede. Ik heb steeds een neiging om naar beneden te kijken. Alleen als ik naar beneden kijk, dan zie ik toch niks. Oké, ik ga naar de andere kant. Weer even moeder. Oh, wow. Hè? Ga ik weer voelen waar dat lippie zit om hem vast te maken. Nou, gelukkig ken ik de taal wel een beetje uit mijn hoofd. Waardoor het wel al makkelijker is. Maar als ik dit bijvoorbeeld bij een Maleisische pony zou doen, zou het wel echt lastiger zijn. Omdat ik daar echt gewoon geen idee heb hoe dat zadel werkt. Hebben jullie eigenlijk wel een keer blind opgezadeld? Dit is nu mijn eerste keer, maar dat vraag ik me ook wel af. Dat ik niet de enige ben. Ik moet deze nu wat strakker gaan doen. Ik kan, nou het kan wel, maar ik denk niet dat het heel fijn is. Om op gaatje teken te gaan rijden. Ik denk dat ik maar aan mijn laarzen ga beginnen. Ik heb het gevoel dat iemand. Oh, jij zit heel dichtbij me. Ga jij eens poeien? Tot nu toe gaat het goed. Denk ik. Ik heb het nog niet gezien. Dat is één. Waar heb ik die andere nou gelaten?
hier. Oké, volgens mij zijn we laarzen klaar. Waar ben je eigenlijk? Hier. Oh, daar. Mijn cap, maar dan moet ik deze wel even ophouden. Nu, oh, huh? Oh, de probleem gaat hier al op. Mijn handschoenen, die doe ik zo. Oké, Blondie. Waar is Blondie? Hier is het zadel. Is dit de... Oh, dit is de voorkant. Oké, oké. Oh, wow. Hier ook op het tweede gaatje. 1, 2. Hoppa. Goed zo. Blondie. Oh, nu het hoofdstel. Oh jee. Dan wat Blondie vinden. Hier. Wow, spiertjes. Oké, Blondie. Oh, ik weet niet. Ja, ik weet niet of jij iets weet, Blondie, maar ik kan niks zien. Dus het is een beetje lastig wat je nu aan het doen bent. Wat wel het voordeel is, Blondie die zoekt zelf haar bit op. Dus ik hoef haar mond niet op te zoeken. Blondie, pak maar. Ja, goed zo. Auw. Sorry. Dan moet die in die gespjes. Anders ga ik het aan. Passantjes. Passantjes. Gespjes, het is bijna hetzelfde. Oké, dit klepje moet dan zo. Maak ik hem vast. Op het ene laatste gaatje. Ik vind dat dit het ene laatste gaatje is. Oké, en dan de... Oh. Dit riempje. En dan moet deze ook op het ene laatste gaatje. Echt benieuwd hoe ik het heb gedaan. Oké, Blondie, nu niet rollen. Blijf maar gewoon even staan. Wow, ben ik echt zo ver weg. Wow. Oh, hier. Oké, dan de handschoenen. En dan ben ik volgens mij klaar. Volgens mij ben ik klaar. Ik denk dat je pony moet pakken en dan is je pony pakken. Ik hoef toch niet naar de bak toe te lopen? Nee. Oh, sorry. Wat was dat? Oh, dat was je ogen. Sorry. Oké. Okay. Oh, dat vind ik heel eng. Nee, je hoeft niet. Je bent klaar zo, denk ik. Oh, ben ik klaar zo? Ja. Mag ik kijken? Ja. Oh, echt heel veel licht. Dit ziet er een beetje raar uit. Ik heb het zadel netjes gedaan. De feestkappen zitten goed. Het hoofdstel zit volgens mij goed. Volgens mij heb ik het al goed gedaan. Ja, goed gedaan. Gefeliciteerd. Nou, wat fijn. Ik kan mijn pony opzadelen zonder te kijken. Lukt jou dit nou ook? Maak er ook een video van. Mail ons dan een video en dan gaan we kijken wie het supergoed heeft gedaan. En dan komt jouw video misschien op het YouTube kanaal van Hart voor Paarden. Wil je dat nou? Maak dan een video. E-mail het naar ons naar info@hartvoorpaarden.nl. Ik heb nog een vraag aan jullie. Weten jullie... Net zoals dit, nog een heel leuk video-idee dat wij voor jullie kunnen maken, dan horen wij het graag. Ik zie jullie graag zaterdag weer bij een nieuwe weekvlog en misschien nog ergens met een livestream. Doei!